Het voelt gewoon heerlijk om weer het Oranje shirt aan te dragen. En het is helemaal natuurlijk mooi om al die gezichten weer te zien. En ja, ondanks dat die anderen ook gewoon in het buitenland zijn. We zijn gewoon heel, heel connect met elkaar. We spreken elkaar dagelijks of nog iets. Dus het is, we zijn wel hecht en we weten gewoon precies waarvoor we staan. En ontspannen, maar tegelijkertijd ook heel veel spanning. We zijn hier natuurlijk met een doel en de EK weer halen. En wij horen gewoon daar. Dus je haalt daar de energie van uit. Je weet dat we gewoon nummer 2 op de pool staan. En we hebben gewoon zaken te doen. Dus gemotiveerd ben je wel, denk ik. Iedereen hier op deze vloer. Ik vind het ontzettend jammer dat wij hier in Nederland niet zijn gaan basketballen. Want alle landen om ons heen die hebben gewoon de competitie hervat. En ik wil geen excuus vinden. Maar je wedstrijdritme is wel belangrijk. Je speelt gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Kijk, ik kijk nu op dit moment niet eens aan de tweede wedstrijd. Er komt zoveel bij kijken bij de eerste. En win je die eerste wedstrijd, dan moet je gewoon die emotie niet te hoog, niet te laag. En verlies je hem is het ook hetzelfde. Dus wij zijn vol gefocust op Zweden. En dat is onze eerste doel. Ja!